AZ is momenteel bezig aan een uitstekende reeks tegen NAC Breda. De laatste 6 onderlinge ontmoetingen werden allemaal gewonnen. Tegen geen enkele andere eredivisieploeg heeft AZ momenteel een langere serie lopen. In die serie van 6 zitten ruime overwinningen, maar ook zuinige zegens. Zoals in 2014, toen de doelpuntenmaker zijn net bij NAC ontslagen vader een hart onder de riem stak. Richting Koedelje. Ineens, prachtig, prachtig, werkelijk prachtig. Dit is Koedel. Wat schitterend. Want dit kan je toch niet toeval noemen. Daar zit vader Koedel, toch, ergens. En daar een hart in de richting van de familie. Eerste vraag is, was hij bewust? Ja, hij was bewust. Ik zag Jelle uit zijn goal komen. En ik zie er mooi overal in. En dan dit. Het zoeken naar je vader op de tribune. Ze gaan een uitstekende reeks tegen mijn vader, maar iedereen, mijn broertjes die daar al boven met mijn shirtje. Ontmoetingen werden allemaal gewonnen. Dus is wel extra mooi, omdat tegen ik toch ik heb veel steun. Ploeg heeft AZ vandaag momenteel een langere serie lopen. Fantastische goal. En in die serie dat van 6 past in het beeld voor maar ook dat zuinige zegens. Zoals in 2014, toen de doelpuntenmaker zijn net bij NAC ontslagen vader een ademtekort kwam. Als het bewust was, dan is het een wereldgoal. Zij dat het bewust was? Dat zou ik ook zeggen. Wat? Ik zou dat ook altijd zeggen. Ik zou dat ook, maar laat ik het eerlijk zeggen, zo zag het er niet voor ons uit.